Smart Girls, daar ben ik mee begonnen omdat ik zelf al heel lang ondernemer ben. En ik vond het ook heel vaak wel een soort van only lonely. Ik bedoel, ja, leuk dat ondernemerschap, maar het is echt niet iedere dag alleen maar leuk. En hoe fijn ik het dan vond als er op bepaalde momenten iemand was geweest waar ik mee kon sparren. Anders dan mijn man of mijn familie. Dus dat was mijn behoefte heel erg. Daarnaast zie ik heel veel vrouwen die fantastische bedrijfjes hebben. Maar dan denk ik, jongens, kom op, jullie kunnen veel meer. Dus de behoefte om daar een soort van inspiratiemodel op te richten, vond ik heel fijn. En ik ben een gruwelijke connector. Ik hou ervan om mensen met elkaar te verbinden. Ik bedoel, dat vind ik het allerleukste om te doen. Together we are strong. Get things done. Ik heb een heel fantastisch team. Ik heb echt sprekers. Nou, dat zijn gewoon pro's. Dus daar hoef je dan geen zorgen meer om te maken. En dat is heel fijn. En ik voel me ook heel erg dankbaar dat al die mooie vrouwen hier zijn gekomen. En dat ze zoveel stappen hebben gezet. En daar geniet ik heel erg van. Dus ik vind het tot nu een heerlijke dag. Ja. Was voor de genomineerden die afgelopen jaar hebben deelgenomen. Dat is Ilja, dat is Ellen, dat is Marieke, Babette, Pauline en dat is Chantal. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk spannend, want ze hadden het allemaal zo goed gedaan. De winnaar Smart Girl of the Year 2019 is Pauline! Gekregen vandaag en leuke mensen ontmoet. Mooi. Ja, fantastisch. Maar ik vind sowieso super gave energie hier. Vooral ook delen met elkaar en het verbinden. En ik heb echt, nou ik zei het net al, tot nu toe zo'n topdag. Ja, dus een dag om het ondernemerschap te vieren. Wat voor succes er allemaal is gerealiseerd in het afgelopen jaar, maar ook waar willen we naartoe? Smart girls, smart girls, smart girls like you, like you.